Mijn eerste auto was een Volvo 480 met van die pop-up koplampen. En vandaag kan ik mijn hart ophalen, want ik ben weer op pad voor Oomt en ik heb een afspraak met Hans en die heeft 124 Volvo's. Echte verzamelaar. Maar waar haal je nou die kennis en het vakmanschap vandaan om die collectie te onderhouden? Hans! Hey, goeiemorgen! Of moet ik zeggen, God after middag? Ja, Hans praat als Svenska, Hans zei er God after middag. Of het is geen middag, het is morgen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Hans praat Svenska wel, libra. Neem mij eens even mee in jouw Swedish collection. Mm. Een paar Volvo's en sneltreinvaart. Dit is een cabriolet, de enige ter wereld. Is nooit op de markt gekomen. De 67 Melberg, zo heet hij. Leuk dingetje. Jij staat hier naast de auto waar Beatrix met haar gasten inreed. De verlengde S80. Kijk, ik kan telefoneren, dan, want de telefoon is nog in werking. Oh, wat fijn. En ik kan ook nog de separatieschermen dicht doen. Even wuiven dan maar. Iedereen kent nog de kattenruggen. He, vanwege een beetje dat model. 20 jaar lang is dit model gebleven. Natuurlijk met modificaties. En dit is een bijzondere versie met de Amerika-bogen erop. Want dan moesten die bumpers wat hoger zijn. Oh, dit. Toen werd op de markt gebracht de allereerste kattenrug, de 444A. En jij wijst het meest markante onderdeel aan. Het zonneklepje aan de buitenkant, wat je kunt verstellen in relatie tot de hoogte van de zon. Fantastisch. De ziekenwagen. Ook een verlengde station, want daar moest een brancard in en een verpleegster. Nou, ik heb die brancard nog en die verpleegster die kan ik regelen. En de Zweedse koningin had er dus ook een. En dat was de 262 coupé Toetoon. Goud met bruin. En gezien mijn relatie met het koningshuis daar, kreeg ik het schildje erbij van de Royal of Sweden. Kan je niet kopen hoor. Nee. Vrij zeldzaam. En dit is een Amerikaan, toch? Ja. Met hoeveel kilometer? Kilometerstand 65. Ik word hier heel hebberig van. Ik verkoop niks, want wat je verkoopt ben je kwijt. Ja. Ik vond in 2005 6 auto's van de Oost-Duitse regering. Ik heb ze alle 6 gekocht en dat zijn verlengde 67's. Oh, kijk dan. Al die 6 auto's hier, die hebben dubbele antennes. 1 voor de radio en 1 voor alle gesprekken die werden opgenomen en naar het hoofdkantoor van de Stasi werden gestuurd. Vandaar de dubbele antennes en de verborgen microfoons. Dit is gewoon James Bond. Dit is James Bond. Alberto Bond zit nu in deze wagen. Ik ben helemaal beduust door dit. Oh. En wat je allemaal hier hebt staan. Waar komt die, laten we beginnen, passie voor Zweden vandaan? Want daar is het begonnen. Het begin bij het begin, het eindigt bij het eind. Correct. Ik moest een buitenlandse stage doen. Nou, al mijn klasgenoten gingen naar Duitsland en België. Lekker dichtbij, kon je in het weekend naar huis. Maar Hans dacht in 1973, ik ga naar Zweden. Toen ben ik dus stage heb ik gelopen in Zweden. Ik ben verliefd geworden. Flamboyante mannen, zoals jij, zouden onmiddellijk zeggen, op een vrouw. Ja, Zweedse schone. Ja, nou, ik dus niet. Ja. Ik ben verliefd geworden op dat onderscheidende design van die Volvo, van die kattenrug. Ik ben daar 1 keer geweest in 1973. Inmiddels ben ik er 500 keer geweest. Ik ben halve Zweed, halve Nederlander. En als je naar de bouwkwaliteit van een Volvo kijkt, wat zie je dan? Dat we over het dak van deze auto kunnen lopen. Ja. Want in de tijd was het staal goedkoper dan vandaag. En was het staal tussen de 0,8 en 1,2 mm. Ja. Als je nu op het dak van een auto slaat, slaat er een deuk in. Ja. Bij verschillende wagens. Dus jij zegt eigenlijk ouderwetse kwaliteit. Nou, zo zou je het kunnen noemen. Wij willen natuurlijk altijd één voertuig waar we even wat meer op ingaan. Waar we een stukje in mogen rijden. Ja. Waar gaan we in rijden? In een Volvo. Dit is hem. Ja, dit is er één van. Ja. 245T. 245T transfer. 90 centimeter verlengd. Goed voor 6 personen. Dit erbij. Ja, en daar speelt de Deep River Quartet
in mijn quadrofonische interieurtje een theaterzaal. Kom mee. Theaterzaal Wielen. Oh. Zweedse muziek, Alberto. Wat een balzaal. Jij hebt dus die collectie van 124 Volvo's. Die wil je ook soort van onderhouden. Ja. Dat kun je niet zelf. Nou, ik kan niks. Nee, ik ook niet. Nee. Ik weet dus ook, jij waarschijnlijk ook, hoe belangrijk het is dat je technische jongens hebt. Daar heb ik dus twee technische jongens voor. Die autojongens zijn en Volvo-jongens. Ja. Dus die kunnen met de ogen dicht deze auto's repareren. Ja, ja. Wat voor types zijn dat? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat voor types? Ja. Net als ik, een beetje rare lui. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, in ieder geval natuurlijk autoliefde. Toevallig hebben ze ook nog Volvo-liefde. En toevallig zijn ze hier al 15, 20 jaar. En zij weten gewoon met de ogen dicht alles te repareren. Ja. Eén daarvan heeft zelfs altijd bij een groot aantal jaren bij Volvo gewerkt. Dus echt de ervaring in de werkplaats op doen. Ja, precies. Ervaring. En jezelf ook in willen lezen, denk juist, ik. Juist. Het zit hem ook in de passie voor het merk en dus dan ook voor die techniek gaan. En dat helemaal... Zeker. Ja. Vandaag de dag zijn er een paar thema's aan de orde. Moeten de benzine CQ dieselmotoren nog beter gemaakt worden? Waardoor de uitstoot minder is. Moet de elektrische auto komen of blijven? Moet de waterstofauto komen of blijven? En het laatste nieuwtje, primeurtje voor jullie. Er zijn grote vorderingen in een auto die rijdt op gewoon lucht. Luchtdruk? Luchtdruk. Ik heb helemaal geen verstand van techniek, maar ik heb me uit laten leggen door een professor. Een auto, dat is in wezen ook druk. Ja. Benzine en zuurstof en dan druk in die zuigers en die cilinders en zo. Dat kan ook op volledig lucht. 600 atmosfeer. Dan gaat dat spul ook bewegen. Het zal niet lang duren, Alberto, voordat er hier bij mij een auto staat dat ik later een ombouwen op lucht. Mag ik bij jou terugkomen als je die hebt? Ja, natuurlijk. Hans, dankjewel. Met genoegen. Fantastische dag. Nou, ik ook. En jullie moeten gauw naar huis. Dus ik breng jullie thuis. Met de politiewagen ervoor, dan ben je met een kwartier thuis. Top. Nou, dan ga ik vast de kijkers bedanken. Ja. Thank you. Kwartiertje thuis, dat klinkt goed. Heb jij nou een mooi voertuig dat je in de spotlight wil hebben? Laat het ons dan even weten hieronder, want dan komen we misschien naar jou toe. Je hebt natuurlijk niet zo'n toffe collectie als Hans misschien, maar misschien heb je wel iets tofs. Oh, daar gaat hij al.